Goedemiddag. Het is nou ergens tegen vijven. Ik heb de hele dag in de tent gespendeerd. Op een of andere manier regent het eigenlijk alleen maar hier in Canada voor mijn gevoel. Gisteren was het hartstikke mooi. Tussen een uurtje of vijf. Nee, is niet waar. Tussen een uurtje of acht en een uurtje of twaalf. Was het mooi weer. Nou ja. Mooi weer. Ik heb gevoeld dat er maar één soort weertype is in Canada. Regen met af en toe een beetje zon. Weet je, het is of 35 graden, of het regent. Weet je, en sinds ik hier ben, sinds 14 mei, ik geloof dat het meer geregend heeft dan dat ik... dat ik zon heb gehad. En van de periode dat ik zon heb gehad, heb ik het merendeel gespendeerd in een hotel of in de bus of je weet wel, binnen. Althans, zo voelt het. En ik heb er helemaal de pleuris in. Ik heb het vandaag helemaal gehad. Ik wil naar huis gewoon. Ik heb het echt helemaal gehad. Het schijt weer. Ik bedoel, mijn hele tent is fucking nat. Ik kan geen vuurtje maken, want al het hout hier op de camping ligt is nat. Mijn slaapzak is nat aan de onderkant. Dus ik denk dat nat een understatement is. Doordrenkt. Weet je, gewoon omdat mijn tent de hoeveelheid water gewoon niet meer aan kan. En het gewoon maar doorlaat. Ik wil naar huis. Ik wil een bed. Ik wil een douche. Ik wil zelfs gewoon weer aan het werk, weet je. Dat moet nog 3 maanden. Ik heb er zo de scheid pleuris in. Kan hier niet gewoon normaal weer zijn? Zoals 21 graden. Geen zon. Of wel zon, maar geen regen. Ik bedoel, het is verdomme fucking zondag. Waar de fuck is de zon? Ja, ik moet er uiteindelijk toch wel uit. Want ik heb hier een fiets staan van iemand die ik moet terugbrengen. Dus verdomme. Ik zeg het niet graag, maar zo voelde het wel. Dus ik begrijp wat ik bedoel. Yeah.